Hey, leuk dat je kijkt. Dit is de eerste video in de serie over kleuren. Je ziet een hele hoop termen voorbij komen en misschien ken je ze allemaal, maar misschien ook niet. De komende weken leg ik ze graag aan je uit. In deze eerste video gaan we beginnen bij het maken van een kleurenwiel. En je doet dit met gebruik van 3 kleuren, de primaire kleuren. Dus dat is rood, geel en blauw. Nu heb je verschil tussen een modern wiel en een traditioneel wiel. Die zal ik even laten zien. Dit is het moderne wiel en dit is het traditionele wiel. Je ziet dat de bovenste wat helderder is en deze wat meer gedempte kleuren heeft. Of eigenlijk wat voller, vind ik, eruit zien. Je kunt ook onderscheid maken tussen koud en warm. En dan zou dit wat warmer zijn en deze zou wat kouder zijn. Het voordeel van deze is dat je bepaalde kleuren beter kunt mengen. Dus bijvoorbeeld het paars wordt bij deze echt een stuk helderder. Maar ook de groen kleuren vind ik ook beter te mengen met dit wiel. Toch gebruik ik ze wel allebei. En deze komt je waarschijnlijk wel bekend voor als ik de kleuren noem. En dat is cyaan, magenta en yellow. En als je er een K achter zet, dan denk je misschien aan je printer. Dat klopt ook, want de printer maakt vaak gebruik van deze combinatie. Dus de volgende keer als je je toner vervangt, dan denk je hier waarschijnlijk aan. En dan gebruik je dus deze kleuren. Het maakt dus voor deze video niet uit welke je gebruikt. We gaan gewoon een kleurenwiel maken. En het resultaat ziet er dan zo uit. Dus dan is dit de moderne en dit is de traditionele. Het is maar net welke je mooi vindt. En dan gaan we nu aan de slag. Dus pak je spullen erbij. Dit is het traditionele wiel. We gebruiken dus rood, geel en blauw. Water, een sprayflesje met water, een handdoekje. En we hebben een penseel nodig en natuurlijk papier. Nu is het tijd om de kleuren in een goede consistentie te krijgen. Gebruik steeds een beetje water en kijk dan met je penseel of je de juiste dikte bereikt. Je moet eigenlijk voor het kleurenwiel een vrij donkere concentratie maken. Dus kijk gewoon eventjes op gevoel, zeg maar, hoeveel water je toevoegt. En als het toch een beetje te waterig is, kun je altijd nog een beetje verf toevoegen, zodat je een goede consistentie krijgt. Als je tevreden bent, dan test je nog even op een papiertje of de kleur echt goed is. En dan zet je de primaire kleuren in het kleurenwiel. Let even goed op waar je de kleur plaatst. Ik zet zelf nog wel eens een kruisje in het vak en het klinkt heel simpel, maar het gaat echt wel eens fout. Nu is het tijd om de secundaire kleuren erin te zetten. Meng het eventjes in je paletje, zodat je de juiste kleuren hebt om ze vervolgens op het kaartje te zetten. Oké, daar gaan we. De kleuren gaan nu in het kleurenwiel gezet worden. Sla steeds een vakje over en kijk even goed waar je welke kleur moet plaatsen. Dus rood en geel maakt oranje, geel en blauw maakt groen en rood en blauw maakt paars. Dan zijn we nu aangekomen bij de laatste stap. Je kunt nu de tertiaire kleuren in het kleurenwiel zetten. Doe eigenlijk hetzelfde als in de vorige stap qua mengen. En we hebben hier minder ruimte in ons paletje. Misschien heb je een wat groter palet, dan is het helemaal handig. Ik veeg hier steeds het middenstukje even schoon en dan meng ik opnieuw. Dat kan ook prima. De kleuren die je nu maakt, die noem je rood-paars of blauw-groen. Je noemt dan eerst de primaire kleur en dan de kleur die ernaast ligt. Oké, je wiel is nu helemaal klaar. Hoe je dit wiel kunt gebruiken, vertel ik je graag in de volgende video. Tot volgende week woensdag.